Mijn soep is klaar. Moment. Lekker. Mijn expeditie zit erop. Ik heb wat beelden gefilmd voordat ik wegging en toen ik net terug was. Dus die zal ik even laten zien. En daarna zal ik wat vragen beantwoorden. Want die heb ik gehad. Nogal wat. Dus hier komen de clipjes van expeditie. En ik kijk er echt nu al naar terug als echt een van de vetste experiences die ik ooit heb gehad. Ik lig lekker in bed en ik heb een burger besteld en fruit. Want ik ben een lekker dingzakje. Oh, ik ben zo blij. Gewoon puur omdat ik de mensen weer spreek waar ik van hou. En eet heb. Oké, nu ben ik misselijk. De helft komt er ook weer uit trouwens. Ik moest even overgeven, maar dat is logisch. Ik lig nu lekker op de kamer. En ja, ik ga lekker slapen. Wekkertje morgen. Dan moet ik nog wat dingetjes doen voor de aflevering. Wat filmdingetjes. Goedemorgen. Het is nu rond 7:30. En ik dacht, ik laat nog even zien hoe ik eruit zie na 16 dagen leven op reis. En het valt dus best wel mee. Ik heb het idee dat alleen mijn tieten weg zijn. Kijk. Nou jongens, breakfast. We hebben gewoon lopen buffet. Er is echt super veel, maar ik hou hierbij, denk ik. Ik ga er weer vandoor. Het is tijd om te gaan. Dit kamertje was top. Super chill. Gewoon groot. Luxe. Badkamer was ook mega chill. Het stinkt wel echt mega erg naar riool. Maar ik laat mijn schoenen hier achter. I'm not gonna miss you. En I'm not gonna miss you, want die murde echt als een bunzing. We hebben dus 2 flessen gekregen. Deze, maar op een gegeven moment kwam hier een soort van gekke lucht uit. We kregen allemaal nieuwe drinkflessen. Die heb ik wel mee, maar ik hoef geen 2 drinkflessen. En ik heb gewoon een simpel outfitje even aangetrokken. Oké, dan de vragen. Een van de meest gestelde vragen is, hoeveel ben je afgevallen? Ik was, toen ik in het hotel kwam, iets van 6,9 of zo afgevallen. En toen ik thuis kwam, was ik nog iets van 1,5 kilo afgevallen. Daarbij nog. En dat is er weer heel snel aangekomen, want ik heb me echt helemaal verroten. Dus dat. Hoe was het slapen op zo'n eiland? Echt verschrikkelijk. Ik vond niks heel erg of zo als in de hitte of de ratten of de weet ik veel wat je daar allemaal had. Alleen, ik had gewoon fucking veel pijn. Het slapen deed gewoon heel veel zeer omdat je niet kon draaien. En als het ging regenen, nou dan heb ik echt nachten gehuild. Ik voelde me zo slecht. Je moet je voorstellen dat je dan ligt in een poncho die niet waterdicht is. Dus dan lig je zo en het regent niet zo van cute zachte regen. Het is echt regen, echt harde hagelregen. En dat doet echt heel veel zeer ook op je gezicht. Dus dat kletst de hele tijd op je gezicht en dan ga je maar zo liggen. Maar dat is echt heel koud. Dus je moet een soort van in een foetushouding liggen. Nou, ik had het niet meer. Die nachten waren echt verschrikkelijk. Oh, ik weet ook nog wel dat het iets van, nou weet ik veel, het was ergens in de nacht, want je hebt geen tijd. En toen had ik het zo koud en het regende zo hard dat ik maar gewoon uit het kampje ging en gewoon op het strand ging zitten wachten tot de zon kwam. En op een gegeven moment kwam de tweede persoon en de derde persoon. En zaten we allemaal zo op het strand te kijken tot de zon opging. Niemand zei wat, want iedereen zat er zo doorheen. En we zaten gewoon allemaal zo, this is the worst thing ever. En dan kwam de zon op en dan stopt het met regenen. In de nacht, het heeft bijna elke nacht geregend en overdag misschien 5 keer of zo van de 16 dagen dat ik er ben geweest.
Maar goed, de filmcrew kwam dus als de zon opging. En dan leek het alleen maar roze geur en maneschijn. Nee, nee, nee. Don't be fooled. Het was echt... De nacht was een hel. Dan had ik de vraag, heb je spijt van iets? Nee. Nee, ik ben heel dicht bij mezelf gebleven. En ik heb gewoon gedaan wat goed was. Weet je, op een gegeven moment gaat het echt aan je knagen. Want iedereen is dan bezig met die bondjes. En wie gaat er hierna uit en wie gaat er hierna uit. En dan word je wel even para. Ik had echt zoiets van, oké, fuck. Nu moet ik mijn eigen hachje redden. En toen daarna dacht ik, ja, weet je wat. Als je mij er zo graag uit wil, pas dan meer me er maar uit. Ik zie het allemaal wel. Weet ik veel. En zo gauw ik die mentaliteit had, ging het eigenlijk heel goed. Omdat je dan je geen zorgen maakt en geen rare dingen gaat doen. Dus ik denk dat dat wel... Ja, je moet wel een beetje blijven nadenken. Maar ik heb me niet zoveel zorgen gemaakt. En ik denk dat dat wel een soort van mijn ass heeft gesaved op crazy worden. Heb je spijt dat je eruit bent gegaan? Kijk, als ik het nu terug zie, heb ik zoiets van... Je had makkelijk doorgekund. Want het ziet zo easy uit en zo. Maar daar was ik echt 4 dagen al aan het huilen. En echt zo sad. En ik voelde me zo rot. En ik had er echt goed over nagedacht. Maar ik had zoiets van, ja... Als ik er nu in blijf, dan ga ik onaardig worden tegen iedereen. En waarschijnlijk iets oplopen wat voor mijn leven lang schadelijk is. Tenminste, dat dacht ik. Want ja, je hebt daar heel veel tijd ook om te denken. Dus je kan jezelf helemaal gek denken. Dus nee, ik heb geen spijt dat ik weg ben gegaan. Want ik weet mijn gevoel nog wat ik toen had. En je ziet ook niet... Oké, luister. Hier komt een verhaal wat je niet ziet op televisie. Wat wel is gefilmd, maar niet is uitgezonden. En ik weet niet precies waarom. Een beetje mijn paaltje is gewoon dat er heel veel plastic ligt in de oceaan. Ook in Maleisië. Echt heel veel. Dus ja, het is ook heel mooi en blauw en mooie rotsen en dit. Maar je hebt ook gewoon de kans dat er heel veel afval is. En dat is echt fucked up. Maar het is gewoon wel zo. Dat spotte ook aan op ons eiland. Dus glas, plastic en dingetjes. En dat is denk ik opgeruimd voordat we daarheen gingen. Of misschien was het niet zo heel veel. Maar goed, ik moest op een gegeven moment gaan quoten. Dus ik loop naar de quoting toe. Met mijn blote voeten gewoon door het zand. Stap, stap, stap. Rats! In zo'n stuk glas met mijn hiel. Echt zoveel zeer deed dat. Dus ik deed zo en er stak echt... Oh, je ziet het niet. Dus ik deed zo met mijn voet en er stak echt zo'n stuk glas uit. Dus ik haalde zo dat glas uit. En er hing echt zo'n stuk vlees zo naar de zijkant. Dat hielp ook niet echt mee, moet ik zeggen. Daarom zie je ook dat mijn voet in het verband zit. Omdat ik gewoon in een gigantisch stuk glas ben gaan staan. En vanaf dat ik in dat glas ben gaan staan, is het heel slecht gegaan met mij. Ze hebben dat nagekeken. Ze zeiden van ja, het is wel diep, maar het is niet zo diep dat het gehecht moet worden. Dus we gaan het gewoon tapen en je moet behandelen met dit, dat en zo. Dus ik kreeg allemaal dingetjes mee en dat moest ik dan in de nacht goed intapen en zo. Maar ja, dat valt niet te doen, want het regende elke nacht. Dus het werd toch wel nat. Dus op een gegeven moment zeiden ze tegen mij, je mag het water niet meer in, want het is aan het ontsteken. Dus ik was zo van... Het is hier 40 graden. Het enige wat ik kan, is het water in. En dat mag ik nu niet meer, omdat mijn voet naar de klote is. Nou, toen ben ik echt helemaal zo gegaan. En toen ging ik steeds meer soort van op één been lopen, waardoor mijn heup ook steeds rotter werd. Dus ja, dat heb je niet gezien. Maar dat is zeker wel gebeurd. Dat is het ook zeker niet makkelijk gemaakt. Ik heb proberen een foto op te zoeken. Want ik weet nog dat ik terug was en een foto naar iemand had gestuurd. Ik kan niet meer herinneren naar wie het was. Dat was deze. Je ziet het wel. En dit was echt al 3 weken erna of zo. Dus je ziet het wel degelijk. Alleen heb ik geen goede foto's gemaakt. Omdat ik echt zoiets had van, yo, dit is disgusting. Maar nu denk ik, shit, had ik nog goede foto's gemaakt. Ik heb gisteren tomatensoep gemaakt. Het is echt lekker. Wie irriteerde je nou echt? Ik ben niet zo heel makkelijk te irriteren. Het boeit me niet zoveel. Als ik je irritant vind, dan neem ik afstand en dan ga ik zitten in de zee. En dan denk ik, ik ga wel een beetje zwemmen of zo. Waarom heb je gekozen om mee te doen? Nou ja, ik vond het gewoon zo eer dat ik gevraagd was.
En het leek me gewoon zo vet. Ik had wel zoiets van, oké, dit is echt heel spannend. Want ik heb niet de regie in handen over wat ze plaatsen en wat niet. En ik weet hoe het internet is. They will fucking murder me. Maar ik had zoiets van, ja, ik wil het gewoon graag doen voor mezelf. Dus de keuze was best wel snel gemaakt. Zou je het nog een keer doen? Nee. Nee, denk ik niet. Nee. Ik weet wel echt, ik was terug en ik dacht echt... Hoe deed je het met ongesteld zijn? Leuk, ik werd op dag 5 of zo ongesteld. Dus je krijgt gewoon een aantal tampons. En dan, ja, ik was niet echt heel veel ongesteld. Heel klein beetje en dan doe je gewoon je ding. Dat was het. Oh, het was ook 1 nacht. Toen was ik zo erg doorgelekt. En dan voel je je zo smerig en shit. En toen heb ik gewoon mijn drinkwater uit mijn beker gebruikt om alles schoon te maken. En toen ben ik heel lang in de zee gaan zitten en zo. Maar ja, dan voel je wel echt shit. En door hormonen voel je shit, maar als je doorlekt, ja, ik vond me echt zo smerig. Bleh. Wat was het leukste aan de hele expeditie? De games. De games waren echt het allerleukste. Behalve mijn captain's proof, dat ticketje. Dat is niet mijn ding. Zet mij op een paal, ik ga er wel hangen en dan ben ik helemaal je vrouw. Maar laat mij geen ticketje spelen en we komen er aan en ik zie het al staan en ik denk... I jinxed it. Hoe heb je het met scheren gedaan? Niet. Je kan niet scheren. Ik laser wel, dus ik heb niet echt hele snelle haargroei of zo, maar ik kreeg gewoon wel wat haartjes. Ja, dat boeit mij niet zoveel. Iedereen had het. Ik, Rose en Diva hebben ook gewoon... Eén keer was de cameraploeg. Een game filmen geloof ik. Of iets anders filmen. Dus we hadden een cameraploeg op het eiland. Dus toen hebben wij gewoon de hele tijd op de zitten zonnen. Want toen was het echt een goede dag. Toen voelden we echt ons zo goed. Dat was zo relaxed. Dat was echt een goede dag. En toen waren de mannen... Ik weet niet, die werden ongemakkelijk ervan. Dus die kwamen niet echt in de buurt. Dat was heel schattig. Echt heel veel lieve berichtjes trouwens. Dankjewel daarvoor. Dat is heel fijn om te horen. Want ja, ik vond het wel heel spannend... Omdat ik wist het gelijk natuurlijk al. Ja, ik ben er zelf uitgegaan. Hoe gaan mensen daarop reageren? Maar tot nu toe is iedereen heel lief geweest. En ja, dat doet me wel echt goed. Ik heb echt slecht kunnen slapen de dag voordat het online kwam. Dat ik gewoon bang was. En ik wilde gewoon geen mensen teleurstellen. Ik was bang dat ik dat wel zou doen. Maar iedereen is zo lief en fijn. Dus bedankt. Denk je dat als je door was gegaan, je gewonnen zou hebben? Ik heb geen idee. Het ging eigenlijk wel echt heel goed. Ik had zoiets van, nou, ik ga er waarschijnlijk aflevering 5 al uit of zo. Maar het ging echt heel goed. En op een gegeven moment stond ik ook niet meer soort van op de zwarte lijst bij mensen. Dus ik had zoiets van, oh, shit. Dus ik weet niet, misschien had ik wel heel ver kunnen komen. Ik wil er niet over nadenken, want dan baal ik zo. Maar, ja. Wat waren de zwaarste, moeilijkste momenten die niet zijn uitgezonden op tv? Nou, want het glas, dat was wel echt tuk. En de nachten, like I said, waren ook echt heel heftig. En ik heb gewoon heel vaak moest ik gewoon heel lang huilen. Maar niet gewoon, maar gewoon echt zo huilen. En ik weet niet waarom. Misschien dingen van vroeger of zo wat er nog uit moet komen. Ik heb heel veel gehuild de laatste dagen. Maar wel alleen, niet met mensen of zo. Want dat, ja, wat hebben zij eraan? Oké, maar hoe poep je daar en hoe heb je dat die ene keer gedaan? Is het in zo'n filmpje dat ik gewoon weer spreek de eerste keer? En dan zeg ik het maar 1 keer gepoept en ik weet niet waarom ik dat zeg. Ik heb geen idee. Ik was helemaal fucked up. Don't blame me. Maar nou, je kan dus in de zee poepen of op land. Ik deed op land. En dan ging ik gewoon afspoelen in de zee en schoonmaken in de zee. Maar ja, er is niet echt veel wat eruit komt of zo, want je eet niks. Snap je? Het eten wat je binnenkrijgt, ik denk dat je dat helemaal opgebruikt. Dat, ja. Sommige mensen hebben geloof ik echt heel lang niet gepoept. Maar dat weet ik niet, dan moet je maar aan hun vragen. Oh, echt lieve berichtjes, bedankt. Mocht je wel tanden poetsen? Nee. Ook niet. Dus je kon het met een takje doen of wat blaadjes. Maar ja, ik heb ook niet hele vieze tanden. Ik had hele witte tanden toen ik eruit kwam. Ook was ik heel bruin. Dus misschien dat dan leek alsof ik hele witte tanden had.
Had je verwacht dat je zo'n last van je heup zou krijgen? Nee, dat had ik niet. Ik wist wel, ik had al van tevoren gezegd tegen die doktoren, je hebt zo'n gesprek dat je kan zeggen waar je vaak last van hebt. Toen zei ik dat wel. En toen zei ik van ja, ik hoop gewoon dat dat niet erg gaat worden. En op een gegeven moment voelde ik het al. Want toen zei ze van ja, dan krijg je pijnstillers. Dus toen kreeg ik pijnstillers en zo. Maar ja, op een gegeven moment, ik heb ook geen zin om me de hele tijd vol te gooien met pijnstillers, zeg maar. Want dat is ook niet per se goed voor je lichaam. Helemaal niet als 40 graden is, je eet niks en je moet zwaar intensieve proeven doen. Dus op een gegeven moment heb ik ook gezegd van ik hoef geen pijnstillers meer. Want dat kan niet goed zijn, zeg maar. Ik ben nu de hele tijd dan pijnstillers aan het nemen en die pijn aan het onderdrukken. Dan ga ik zo meteen natuurlijk veel harder terugkrijgen dan dat ik het nu gewoon voel. Dit was de video. Bedankt voor het kijken. Als je meer vragen hebt, laat het weten. Dan ga ik ze misschien beantwoorden op Instagram of verder. En bedankt voor alle lieve reacties. Het is echt heel fijn om te horen dat mensen het zo leuk vonden dat ik meedeed en meeleven. En gewoon lief zijn. Bedankt daarvoor. Okay. Love you fam. See you.